Nou, de afgelopen 5 jaar hebben we eigenlijk heel gefaseerd alle bijgebouwen op dit terrein verbouwd en heringericht. We hebben dat gedaan met respect voor historie. Dus we hebben heel nauw samengewerkt met Van Hogevest architecten. Zij hebben dit hele terrein in restauratieve zin bewerkt. En wij zijn in nauw overleg met hun, zijn wij met de nieuwe functies van de bijgebouwen aan de slag gegaan. Om het in te richten als evenementenlocatie. Dus dat, en we hebben dus in de Oranjerie het Poortgebouw in 2006 gerealiseerd. En in 2009 het Zuidpaviljoen. Oh sorry, 2007 het Koetshuis natuurlijk. 2009 het Zuidpaviljoen. En nu is ook met deze laatste locatie eigenlijk het hele terrein gereed. Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op en dat vieren we vanavond. En waar we zien dat, dat veel musea of culturele instellingen nu natuurlijk door de bezuinigingen de broek zelf echt op moeten gaan houden. En dan dus maar evenementen gaan organiseren. Hebben jullie in de laatste jaren natuurlijk al geheel jullie eigen plek verworven binnen de evenementenmarkt. Ik denk dat er geen bureau is in Nederland die Buitenplaats Amerongen niet kent. Alleen nu moeten jullie natuurlijk ook zorgen dat het culturele deel eraan toegevoegd wordt. Gaat dat niet botsen met elkaar? Ja. Nou, allereerst wil ik duidelijk uitleggen dat er natuurlijk twee exploitaties op dit terrein gelden. Stichting Kasteel Amerongen is verantwoordelijk voor culturele exploitatie. En wij zijn verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie. Wij zijn natuurlijk 5 jaar geleden begonnen. Zij gaan nu van start, omdat het kasteel nu ook gereed is. En het kan elkaar op vele gebieden aanvullen. En kijk, het feit dat hier deze exploitaties naast elkaar gebeuren, dat is al heel bijzonder. Dat zie je al niet veel in Nederland. Het is, zoals jij zelf al aangeeft, vaak de omgekeerde wereld. Wij hebben met het bestuur van de stichting uitgesproken dat we dat in goede harmonie willen doen. Dus we geven elkaar ook die ruimte. Dus wat er gebeurt is dat op de dagen die commercieel wat minder interessant zijn, juist de concertseries et cetera worden gepland. Die vinden voornamelijk plaats op de zondagen. Zodat wij op de dagen waarop zakelijke evenementen vooral plaatsvinden, dus de weekdagen. En voor ons natuurlijk ook een interessante markt op vrijdag en zaterdag voor de huwelijksmarkt. Dan gaat dat buiten de culturele programmering om. Wij zijn baas in eigen huis eigenlijk. Dus in dat opzicht zie ik niet dat elkaar gaat afvallen, maar juist versterken. Wat maakt Buitenplaats Amerongen voor de zakelijke boeker zo bijzonder? Nou ja, jij hebt inmiddels de rondleiding gehad. Er is hier, dit terrein is heel groen. Er heerst een fantastische atmosfeer. Alle gebouwen zijn heel mooi ingericht, heel eigentijds. Dat is ook best uniek als je om je heen kijkt wat er in de landgoederen om ons heen gebeurt. Alle gebouwen hebben ook een eigen toegang, een eigen terras, een eigen facilitaire zaken. Dus je komt elkaar sowieso niet tegen. Met name omdat we natuurlijk met 6 locaties nu draaien. Maar goed, het hele terrein is 12 hectare groot. En wat je dus ook vaak ziet is dat één partij meerdere gebouwen benut voor hun evenement. Omdat ieder pand weer een eigen sfeer en uitstraling heeft. Waardoor je mensen wel weer, je gasten wel weer kunt verrassen. Dat is eigenlijk het concept wat we hier realiseren. Tot slot nog even, nu hebben we allemaal een vrij lastige tijd achter de rug. Dit straalt natuurlijk een en al historie en klasse uit. Zit je dan in een segment die het ook heel moeilijk heeft gehad de laatste jaren? Het grote voordeel voor ons is geweest dat we natuurlijk heel gefaseerd alles konden investeren. Want we hebben natuurlijk, zoals ik je net vertelde, 5 jaar de tijd gehad om alle verbouwingen te realiseren. En natuurlijk natuurlijk was er de crisis en is er nog steeds. Maar wat we hebben gedaan is dat we toch heel goed naar onze opdrachtgevers geluisterd hebben. En toch ook verschillende oplossingen hebben kunnen bieden binnen de budgetten die voorhanden waren. En het grootste zakelijke segment wat we bedienen is toch een beetje de relatiemarketing. En daar blijven budgetten toch beschikbaar om je klanten ofwel middels een inhoudelijk congres of een lezing of een workshop aan je te binden. En dat is eigenlijk onze core business op dit moment. Tot slot nog even, geïnteresseerden, waar kunnen zij meer vinden over dit prachtige terrein? Nou, op www.buitenplaatsamerongen.nl. Dankjewel en van harte gefeliciteerd. Dankjewel.